Goedemiddag iedereen, ik sta momenteel een beetje in het zonnetje. Het is vandaag vrijdag 17 november. Welkom bij een nieuwe vlog. We zijn momenteel bij mij thuis. Ik heb het over mij en Tara. En ja, het is vrijdag, begin van het weekend. Dus dit wordt wat dat betreft een soort van endless weekend vlog. En we zijn hier gewoon een beetje aan het rommelen, een beetje aan het kletsen, aan het kijken en doen. En ik ga jullie eventjes meenemen naar mijn eettafel, want ik heb vandaag slijm gemaakt. Ja jongens, hier ligt hij. Het is echt een kwap geworden. En ja, slijm maken, dat hebben jullie vast wel gezien als je gewoon... Oh, ik zit echt met mijn hand in de kleurstof. Slijm maken is vast niet nieuw voor jullie. En wij hebben het ook echt al zo vaak voorbij zien komen op YouTube. En vandaag had ik gewoon niet zo van... Ik wil toch eventjes een keertje gaan uitproberen. Gewoon voor de leuk eigenlijk. En het ziet er echt super vet uit. Ik heb het al allemaal gevoeld en dergelijke. Tara nog niet. Dus ik wil eigenlijk eventjes Tara aan het werk zetten. En dan ga ik jullie even laten zien hoe zij slijm voor het eerst maakt. En wat ze van het gevoel vindt. Ik vind het gewoon heel erg grappig om dit een keer uit te proberen. Maar we hadden niet iets zo van... We gaan daar een hele slijm maken video van maken op ons kanaal. Omdat we niet echt... denken dat het heel erg bij ons en bij jullie past. Maar ja, we zijn toch gewoon heel erg nieuwsgierig. Dus dit is mijn versie geworden. Nou ja, hij is nog niet helemaal goed door... Ja, wat zijn die druppeltjes dan daar? Is dat niet goed gemengd? Een soort van, dat zijn denk ik luchtbellen. Waar moet je dit zien? Oh my god, dit zie ik dus altijd op Instagram, hè? Dat is zeg maar... Je hebt van die accounts, dat is alleen maar in van dat spul lopen te duwen. Ja, of moet je even deze audio horen? Oké, wie vindt het satisfying? Nou, weet je wat het is? Ik vind het geluiden vind ik echt ASMR en zo vind ik best wel creepy. Maar ik kan wel echt heel vaak kijken naar van die mensen die kinetic sand gaan snijden. En die dan in van die dingetjes gaan. Nou, dat vind ik dan wel een beetje vies, dat porren zo, hoor. Ja. Toch wel als we het gaan vouwen en zo, ziet het er zo lekker gummy uit. Ik ga even een bord voor jou pakken. En dan kijken of je ook zoiets kan maken als dit. We gebruiken toch eventjes dit gebruikte bord. Wow. Oh, kijk. Netjes. Zodat we niet een tweede bord hoeven vies te maken. Het ziet er echt zo lekker uit. Oké, okay, je buurjongen. Oh my god. Hij keek echt naar ons van. We zijn zo kinderachtig. Hij keek ook echt ervan. Oh my god, we zitten hier echt gewoon midden in de woonkamer. Op zo'n overduidelijk geprepte tafel. Met, oh wat erg. En hij kent sowieso die video's waarschijnlijk. Oké. Okay, wat zal hij nu van ons denken? Geen idee, echt. Maar hij keek echt ervan. Oké. Lekker op de vrijdagmiddag. We hebben krokodillenlijm van de Big Bazaar. Dus dat is eigenlijk gewoon kinderlijm. Ik zei net tegen Laris van... Ik had het echt vroeger moeten weten. Want toen had je zeg maar bij de Bart Smit ook van die flubber. Larissa had er eentje gekregen. Ik mocht er volgens mij uiteindelijk niet eentje. En dan kon je daar zo in porren en dan hoorde je scheten. Ja, inderdaad. Maar dat heeft denk ik ook met dat potje te maken. Dus als we misschien zo'n soort potje hebben en dit daarin doen, dan kreeg je ook die scheten. Ja, en ik denk dat als ik dit vroeger dus had geweten, dan had ik het echt sowieso gemaakt. En dit is nu echt een soort van kinderdroom die uitkomt. Oké, dus ik heb hier lijm. Dan doe ik wat scheerschuim. Dit voelt dus echt heel... Kijk hoe erg dit op marshmallow lijkt. Er zit volgens mij best wel wat in. Oh ja, het gebeurt al. Het is net kauwgom. Ik heb ook de kleur van kauwgom gemaakt. Vind je niet? Ja. Het is zover. How does it feel? Ja, het voelt lekker. Het voelt echt als heel luchtig. Ah, ik heb best wel een goede gemaakt ook meteen. Hij blijft niet zo erg plakken, zie je? Nou, we zijn inmiddels alweer een behoorlijk tijdje verder. We hebben de hele tijd tijdens het kletsen staan kneden. En we hebben nu van die rimpelige handen. Super nasty. Larissa en ik hadden vroeger zeg maar zo'n putty. Dus we dachten, kijk of het werkt. Het is echt heel flauw dit hoor. Ik heb echt wat lucht nodig. Het is echt heel erg, want ik had niet zeg maar verwacht dat ik het zo chill zou vinden. Het is zoveel leuker dan ik dacht. Ja, we waren echt een beetje van, oh, weer een slime video als we het voorbij zagen komen. Maar now we get it. Zo, we zijn klaar met het slijm knijden. Het was echt wel heel relaxing. Te kijken op de klok, zoals het, oh my god, het is echt al 3 uur. Dus ik wilde eigenlijk nog heel eventjes naar de winkels, maar ik had echt een knorrende maag. Dus we zijn eventjes een lunchje aan het maken. Tara, die is lekker bezig met het maken van kaas en uibroodjes. En ik ben een soepje aan het verwarmen. En dit is een romige kippensoep. Ik heb dat nog nooit gehad, dus ik dacht, nou, ik probeer het een keer uit. Ik weet niet helemaal zeker wat ik ervan vind, zeg maar... Het smaakt een beetje als hoe het eruit ziet. Dus.
Ja, ik weet niet helemaal zeker, jongens. Maar ja, ik dacht, ik doe even een keertje wild. En ik wil dus even naar de winkels. Ik heb hier namelijk hierachter twee vuilniszakken al veel te lang staan. En er zitten zeg maar vooral kleding in dat ik niet meer kan verkopen. Dat het oud is. Of waarvan ik echt iets heb van dat gaan jullie waarschijnlijk ook niet kopen op onze Shopper Closet. Normaal breng ik het zeg maar naar de kringloop of naar een goed doel. En nu dacht ik, ik kan het ook een keer naar zo'n bak brengen bij de H&M. En dan krijg je als het goed is ook nog... een soort voucher. Zo, hadden een soort van voucher. Volgens mij 15% of 10%. En dat kun je dan weer uitgeven wanneer je daar iets wil gaan kopen. En ik heb namelijk een soort van puffer jacket in gedachten die ik op zich wel zou willen hebben. Als je dan nog zo'n kortingje kan doen, dan is het wel heel erg lekker. En het is toch al een erbij jas. Dus daar gaan we zo meteen ook nog even naartoe nadat we dit lunchje hebben gegeten. Want ik heb echt honger. We staan nu in de H&M en we gaan op zoek naar een jas, want ik heb een jas gezien die ik wel leuk vond. En we hebben onze bonnetjes. Kijk, we hebben nog nooit iets ingeleverd. Dus dit is heel erg nieuw voor ons. Je krijgt een bonnetje, 15% korting op een item. We vinden het jasje dus heel erg leuk. Voor mezelf nummer 36. Even optimistisch doen. Toch even een 38. Wat denken we ervan? Zullen we even dicht doen? Ja, je outfit die past er nu niet echt. Ja, het is waarschijnlijk wel lastig bij, outfit, maar... Dus je haar, ja, die moet je natuurlijk wel inhouden. Ja, of niet? Wel, ja. Girls United. Stop. Maar? Er staat een model op de website. Ja, dat is heel raar, hè? Hoe ze het van... heeft gedaan, dat weet ik niet. Maar dat kan ja, ze duwt echt letterlijk alles naar achter, maar okay. Dat zit helemaal niet zo bij. Maar hoe vind je hem staan? Hij voelt wel zeg maar best wel lekker puffy en warm, zeg maar. Maar u voelt hem niet, hè? Ik weet het niet 100% zeker. Ergens wel, ergens niet. Maar het is even die lengte. Het is gewoon een beetje wennen of zo. We staan nu op de home-afdeling en ik vind dit zo leuk. Dus de oogjes op de kopje. En dit hoort er ook denk ik nog bij. Hier, Tara heeft het setje. Echt te gek. Deze, met die stipjes. Let's sparkle. De tekst vind ik dan een beetje jammer. Dit is maar jammer, ja. Die stipjes zijn wel heel erg leuk. Echt te gek. En hier heb je ook een hele leuke tablecloth. Een tablecloth. Maar echt heel leuk. Zo moet je dat uitspreken. Ja. Met sterren. Oh, deze vet vind ik ook heel leuk. Kijk. Als je zeg maar kerstachtige items wil hebben, kan je het ook nog best wel minimalistisch houden. Hier hou ik wel van. Oh, hey. Is wel leuk, op zich. Ja, dat moet ik even op mijn verlanglijstje zetten. Nou, we gaan nu eventjes, best super onscherp. We gaan nu eventjes naar buiten, want daar is een IKEA pop-up gift store. Goed uitgesproken. En we zijn heel erg benieuwd wat ze daar dan allemaal verkopen. Het zijn dan gifts van IKEA, dus ik weet niet eens wat ze dan nu bij ons hebben. Ja, ik ook niet. Vraag me ook heel erg af. Want meestal als ik zeg maar iets gift, dan is het echt een pollepel. Omdat iemand dat echt heel graag wilde, maar... Ja, we gaan het zien. Je kan dat aanraken. Doe eens. Wauw. Dit is gewoon fake, Liz. We worden gewoon in de maling genomen. Doe eens nog een keer. Oh, jawel. Als de winkel gesloten is, dan kan je bestellen vanaf de buitenkant van de winkel. Ja. Cool is dat. En je kan ook een soort van berichtje volgens mij, een soort van boodschap inspreken. Maar dit is best wel cool. Laten we ons naar binnen gaan. Het is wat lastiger. Ja. Ik ben wel benieuwd, het is best wel druk ook. Ik zie allemaal dingetjes. Deze vijzel vind ik super cool. Hij is heel mooi, ja. En je kan inpakken in het midden. En je kan ook een videoboodschap achterlaten aan degene aan wie het cadeau geeft. Ja, dat doen we in zo'n hobby. Net even gekeken en ik wil eventjes één dingetje zeggen wat ik heel jammer vind, wat eigenlijk ontbreekt in deze IKEA pop-up store. En dat is iets van een food truck met Zweedse ballen of zo. Of ja. Gewoon, waarom zou het geen vet goed idee zijn om een Zweedse ballen pop-up café ja, te openen? Ja, zet inderdaad gewoon even die tent neer. Ik had er gewoon een paar gekocht. Ja, ik zou langskomen. Maar in plaats daarvan heeft Tara wel even chocolaatje meegenomen. Ja. Next stop, volgende H&M. Want ik heb de jas nog niet gevonden die ik wilde vinden. Ja, doe eens die haarband op. Doe zelfs die haarband op. Plaats je dan ook zo'n stuk karton daar. Hij is wel schattig, zeg maar. Het is subtiel, ja, maar wel feestelijk. Oeh, hey, dit is best wel cute. Oh, wacht. Het zou fijner zijn als dit fluff ook aan de binnenkant had gezeten. Nee, joh. Dat is Dat is vet zacht. Dan slaap je met je gezicht erin. En nu is het zeg maar gewoon
Heel schattig, dat wel. Cute. Oh, je hebt hier nog één. Nou, ook al is het lekker koud buiten, ik heb toch even een ijsje genomen van Australian. En dat is die macadamia ijs. We hadden eigenlijk in ons hoofd dat hij iets lekkerder was. Of in ieder geval zo kon ik me herinneren dat hij iets lekkerder was. Maar dat is echt amazing. Alsnog is het denk ik wel een van de lekkere smaken die ze hebben. En we lopen nu dus door Hoogkaterijnen. En ik weet niet of je dit wel eens hebt gezien sinds de verbouwing. Maar het is echt mega anders. Het ziet er wel mooi uit, vind ik. Hier zit de Leon. Die vinden we echt super chill. Dat is zeg maar een soort van... slow fast food of zo. Het is zeg maar wel een gezonde optie voor snel eten. En het zit ook op Schiphol, vandaar dat we het kennen. Ja, hierboven zitten dus allemaal winkels, hier beneden. En dit is gewoon alleen het binnengedeelte. Dus vanaf het station kom je hier meteen in en dan daarbuiten begint de stad. En daar in het hoekje heb je salsa shop, daar zijn we laatst geweest. Daar kan je wel lekkere taco's halen. Maar... er is een nieuwe in town. Ja, best wel dichtbij. Die zit aan de overkant van Vredenburg. Dat heet... Lucy Lou, en ik heb daar gisteren gegeten en het ziet er echt uit als een hotspot. Ja, daar heb je nu niet zoveel aan, want ik kan het je niet laten zien. Maar misschien dat we het wel een keertje een andere keer laten zien. Ja, want ik vraag me af, zou die het leuk vinden als daar en ik een keer een soort van hotspot video zouden opnemen? Want ja, we wonen in Utrecht, we weten heel veel leuke winkeltjes en plekjes hier. En ja, dus misschien is het wel leuk om te doen. Laat eventjes weten of jullie dat leuk zouden vinden. Zo, ik ben weer lekker thuis. Ik heb even de waterkoker aangezet om even een lekker kopje thee te zetten. Komt binnenkort een hele leuke video aan die te maken heeft met kerst, cadeautjes, tips en dergelijke. Dus wacht er ook zeker op. We moeten nog heel veel wachten op een paar dingetjes om binnen te komen om die video helemaal te gaan maken. Maar dat staat zeker in de planning. Nou, december komt eraan. Vlogmas. Ik dacht dat het misschien wel leuk was om dit jaar wel weer Vlogmas video's op te gaan nemen. Of Vlogmas vlogs. En dat zou dus inhouden dat we dan elke dag in de maand december vloggen tot en met kerstavond. En ik vroeg me af of jullie het leuk zouden vinden om dat op ons kanaal te zien. Of dat jullie iets hebben van, goh, kijk eigenlijk al heel veel andere vlogmasses de komende tijd. En dan heb ik geen tijd om die voor jullie te kijken. Ja, ik weet niet zo goed wie er allemaal vlogmas gaat doen dit jaar. Dus of ik daar ook nog een beetje tussen pas samen met Tara. Maar mochten jullie het wel erg leuk vinden om dus onze vlogmas video's te gaan kijken. Laat ons eventjes weten, want we zijn nog een beetje op het allerlaatste aan nadenken van, gaan we het wel doen? Gaan we het niet doen? Ik vind het zelf altijd wel heel erg leuk om Vlogmas te volgen bij een paar YouTubers. Dus ik vind het altijd heel erg gezellig. Ik heb ook echt van die leuke adventkalenders die ik dan elke dag zou kunnen openmaken. En ja, het lijkt me gewoon heel erg gezellig. Dit jaar wil ik ook mijn huis gaan aankleden en zo met gezellige lampjes en het lekker Christmassy maken. Wat ik dus allemaal vorig jaar niet heb gedaan. Het lijkt mij in ieder geval heel erg leuk. Maar ik wil wel graag dat jullie ook iets hebben van, goh, dat vind ik leuk om te kijken. Want anders, ja, is het ook een beetje sneu. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Zo aan het begin van het weekend. Nee, want wanneer jullie dit kijken is het einde van het weekend. Oh, sorry. Ik hoop dat jullie in ieder geval leuk vonden om te zien. En ja, ik zie jullie heel snel weer in de volgende video. En vergeet zeker niet om je te abonneren op ons kanaal als je het nog niet hebt gedaan. Ik vind het altijd heel erg gezellig om weer bij de Endless Weekend Family te verwelkomen. Hele fijne dag gewenst. En tot woensdag. Tot de volgende video.